Nou, we zitten hier in een oude melkfabriek in Jarenveen. En die melkfabriek die heb ik in 1999 gekocht. Nou, en zo ben we hier begonnen. Met een zaak voor het luxe segment. Voor alleen maar binnenbouwen van keukens, badkamers en vleren en dat soort dingen. Ja, ik zie het voornamelijk in Wassenaar en Blaricum. En even in Zuid-Frankrijk zetten. En dan bouwden we dan die villa's helemaal om in nieuwe stijl van binnen. Dus het is een superrijke meisje. Ja. Ja. Nou, dat hak ik heel lang dingen. Maar op een gegeven moment scherm je nog. We zitten altijd vleren. Altijd een helpen van je vregen op het hoogste niveau. Dus ik ga in 2000 zo aan alles verkocht. En toen zit ik thuis en hiek niks. En dan had ik bedacht van, nou, dan wil ik iets doen wat zinvol is. En toen ben we op het idee gekomen van een kringloop. Een hele grote zwets. Ja. Goed dat zo. Nou, dan had ik maar mijn insteek. Wij zijn een christelijke stichting. En ik vind, als je christelijk bent, dan mag je zien letten dat je wat van orde. En net alleen binnen de perken houden. Maar dan mag je zien letten dat je je belangeloos inzetten wil van orde. Dat vind ik belangrijk. Dus het geld gaat naar de goede doel? Alles gaat naar de mensen die het nodig hebben. Ja. En wat is nou het verschil tussen die wereld en deze wereld? Het hele grote verschil. Die oren verhaal, dat neemt een protein energie en dit jouw een protein energie. Ja, zo ervaar ik het wel. Ja. Het is altijd benoffelijk om je hennen te reden. Het is altijd benoffelijk om met de mensen om degenen die werken. Want we hebben een hele gezellige ploeg. Dus ik vind het heel leuk. Ik ben 6 dagen in de week. 6 dagen in de week? Ja, ik ben 6 dagen in de week. Ik ben hier maar 2 dagen begonnen, maar ik vind het zo hartstikke mooi. En ja, thuis, we hebben jullie bij me. Nou ja, werk je altijd zien in kleren. Nou, dan pak ik het fietsje, mijn man werkt hier ook. Ik 6 dagen in de week. En dan pak ik het fietsje en dan geef ik hier heen. Nou ja, en dan heb ik hier een uitje. Ja, zo mag het zijn. Het is gewoon hartstikke mooi. Het is eigenlijk geen s'nachts net blauw als die ik het eet. Echt weer, dit is mijn stomme graaf. En joh, ben je hier ook 6 dagen? Ja. Waarom? Ja, waarom? Anders zit ik achter de geraniums, hè? Dat punt net. Ja, je bent alles uit. Dus ik ga wel werk. Dit moet hier alweer nog uitzicht. Ja, dit wordt alweer uitzocht en dit wordt alweer dan sorteerd, skinmaken. En dan wordt het de prijzen hier op de tafel. En om eerlijk te zijn, het is mijn lust en mijn leven. Goeie. Goeiedag. Ben je jongen van? Ik ben even wat. En de strand van de Helly van de Zeevogels. De strand van de Zeevogels? Nee, van Helly, ja. Ik denk de pas om. Hoi! Haast de familie? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, dank je. Zit er nog wat moois bij? Ja, de paardensport, hè? Maar we hebben het al laten. Ja? Ja, vind ik leuk, hè? Je bent gek van hinders? Ik vind het wel mooi, ja. Ik hou ervoor van. En zit hier wel eens op een hinder? Nee, dat ook niet meer. Ga ik vroeger wel niet in mijn ogen meer. Nee? Nee. Zo alleen maar nou, op volgende keer. Ja? Ja. En Jim Heikel niet in Hekbult, jongen. Ja, Dirk, hè? Ja. En wij niks moeten krijgen, hè? Nee. Nou, niet onzin, wel wij niks. Nee, sponsor je net een beetje. Had hem wel nodig. Ja, nou, ze redden hem maar. Ja. Ik hier ook altijd in, dus ja. Ik ga hem voor het jongen. Ik zei het, het is niks meer waardig en. Er is niks meer. Is ik een buitenzorg? Kun je die van die bobben slaan? Ja, Dirk, dit is een wijd buitenzorg. Dit is deze. Oké. Maar het is net meer aantrekkelijk. Het is over. Ja, schande. Schande, ja. Dus had je nou een zoals Bobbeslag en Hudraaf in, dan heb je echt werkelijk helemaal niks mooi. Die tijd is gebeurd. Ja. Wij Jan, dat is de enigste nou week in de mannen van je in haven.
erg hurt, hè? Nee, die net hurt. Vrij traag.